Vandaag gaan we voor jullie maken gebakken zeebaars op de ril met een mousseline van kasteelbier, jonge prei, polder aardappelen met zure room en kibbeling gebakken. We gaan de vis fileren, ontschubben en met zijn vel bakken in olijfolie met kruiden van espelette. Dan gaan we de aardappeltjes in grof zeezout garen in de oven op 180 graden. Deze gaan we, als ze gaar zijn, pletten, opwerken met zure room, fijne tuinkruiden, peper en zout. De mousseline starten we eigenlijk met een basis van ei. Daar gaan we het rouge bier bij doen. Deze gaan we opkloppen op een licht vuurtje en afwerken met hoevenboter. De kibbeling hebben we eigenlijk de zijrestjes van de zeebaars in dunne sliertjes gesneden, beignetdeeg gemaakt, erin gerold en afgebakken in de frituur op 180 graden. De prei en de jonge prei hebben we in twee gesneden. Eigenlijk in een ovenplaat met hoevenboter en een klein beetje water en peper en zout te laten langzaam garen. Deze bij gaartijd hebben we eruit genomen en lichtjes gebrand met een bunsenbrander. Als afwerking heb ik gebruik gemaakt van verse tuinkruiden, een boeket van gemaakt. En deze leggen we achteraf mooi ter presentatie als afwerking op het bord. Onze afwerking van ons bord, eigenlijk de prei, de stampot erop, onze gebakken zeebaars op zijn vel, de beignets, kruidenboeket en afwerken met de mousseline van rouge kasteelbier. Smakelijk eten!